Het is lange tijd niet zo druk geweest bij de pistebaan in Heerde. Volgens de organisatie zijn er 52 nationaliteiten die strijden om de wereldtitel. I am Costa Rica. I'm from Spain, but my family originally is from Ecuador. We're from Taiwan. Chinese Taipei. Voor organisator Bertus Dokter is dit WK met alle buitenlandse teams een droom die werkelijkheid wordt. Ja, buiten het feit dat wij al heel veel ervaring opgedaan hadden vanaf 2000 met baankampioenschappen enzovoort, gingen we naar Europa in, dus Europese kampioenschappen. De Europa Cup hebben we laten ontstaan. Ja, en dan blijf je natuurlijk een droom om. En dat is een WK. Ja, ik voel me een trots man. And how do you like Heerde? I think in Holland. It's a beautiful country. Oh, it's so beautiful. I mean, my aunt and my both aunts were like so surprising about the houses because they're like so beautiful. I haven't been around like Heerde so much, but I like the track. It's really good. Ja, zover Heerde nog niet op de kaart stond door de Europa Cups en de EK's, staat Heerde nu echt op de kaart. Maar dat dan de regio daar ook erg veel plezier en profijt van heeft. En met name nu het weer goed is. Het WK inlineskaten vindt tussen 1 en 3 juli plaats in Heerde. Van 5 tot 8 juli vinden de onderdelen freestyle en wegskaten plaats in Arnhem.